Hoi iedereen en welkom bij Bomisol. Als dit de allereerste keer is dat je mijn kanaal ziet en dat je mij ziet, welkom, hoi, ik ben Christel en dit is Bomisol. En Bomisol staat voor Body, Mind en Soul. Welkom. Oké, vandaag gaan we ons dus echt focussen op de beenspieren, maar voornamelijk de bilspieren. We gaan ervoor zorgen dat je die juicy, perky, beautiful butt hebt, die zo geliefd is momenteel. Maar tegelijkertijd gaan we ook even starten vanuit een plek van liefde. I know, how cliché. Ondanks dat we er natuurlijk allemaal van houden om er goed uit te zien en om, you know, die ideal body te hebben, is het ook belangrijk om te starten vanuit een plek van liefde. Dat je dit doet voor jezelf, omdat je van jezelf houdt. En omdat je je lichaam sterk en gezond wil hebben. En niet per se omdat je wil dat het in onze maatschappelijke maatstaven past. Oké? We gaan gewoon lekker starten. Zorg ervoor dat je een glas water bij je hebt. It might get pretty pittig. So, let's go! Oké, we starten in een child's pose. Dus kom achteraan je mat en breng dan de tenen tegen elkaar aan. Je hielen uit elkaar en dan loop je met je handen naar voren toe. Laat je voorhoofd rusten op de mat. Adem hier een keertje diep in. En zucht het uit. Adem diep in. En weer uit. Laat jezelf even aankomen in dit moment en in je lichaam. Dan verplaatsen we onze bewustzijn van het hoofd, dus het denken, naar onze fysieke zijn, ons lichaam. Voel het met je gaat. En herhaal dan ook een paar keer in je hoofd, ik doe dit omdat ik van mezelf hou. Omdat ik mezelf sterker wil maken. Zowel fysiek, mentaal, als in het leven. Ik doe dit omdat ik van mezelf hou. Omdat ik mezelf sterker wil maken. Zowel fysiek, mentaal, als in het leven. Laat dat even inzinken. Probeer het ook te voelen. Een manier om liefde meer voor jezelf te voelen is om eerst te denken aan iemand anders. Iemand waarvan je houdt, een persoon. Dat kan ook een moment zijn in je leven waar je jezelf voldaan voelde. En dan vervolgens vanuit daar dat gevoel meer naar jezelf te brengen, meer naar je lichaam. En op iedere inademing breng je het meer vanuit je hartgebied naar je bovenlichaam. Je armen en je benen. Je vingers en je tenen. Van je stuitje tot je kruin. Adem in, komen we naar een tafelhouding. Zorg ervoor dat je vingers gespreid zijn, met je polsen direct onder je schouders en je knieën ietsjes uit elkaar onder je heupen. Dan adem je in, zorg er eerst voor dat je goed staat. Dus je brengt de ellebogen ietsjes in, zodat de binnenkant van je elleboog naar de voorkant van de mat toe kijkt. En je wijsvinger kijkt ook naar voren of misschien zelfs ietsjes meer naar buiten. Dit is voor jou fijner in je schouder, dus let erop welke positie voor jou het fijnste aanvoelt. Maar hierdoor kan je ook meer je schouders activeren. Dus we werken wel een beetje ook nog met de rest van het lichaam. Dan duw je je navel in en je bekkenbodemspier, zodat je rug beschermt. Dan gaan we gelijk starten. Dus adem in. Strek je rechterbeen. Adem uit. Breng dan eerst de heup terug op dezelfde hoogte. Dus niet dat je heupen geopend hebt hier, maar dat ze op dezelfde hoogte blijven. En dan buig je door je knie. Flex je voet.
Adem in, breng de been ietsjes hoger. Adem uit via de buitenkant, breng je hem terug naar beneden toe en adem in terug omhoog. Dit doen we 10 keer. Adem uit. En in nog 8. Vier. Laat je ademhaling de beweging leiden. 3. 2. En 1. Dan adem je in. Breng hem terug omhoog. Strek je been. Point je tenen. Hou hem vast. Op de inademing ietsjes hoger. Let erop dat je je navel induwt. Dus dat je niet je rug hier hol gaat maken. Duw de onderste ribben naar elkaar toe. Navel in. En je laat echt je been werken. Let erop dat je hem ook niet te veel naar de buitenkant toe brengt. Maar dat je hem in één lijn houdt. Adem dan nog 1 keertje in. En adem uit. Terug op de mat. Andere kant. Adem in, strek de linkerbeen. Adem uit, breng eerst de heupen weer op dezelfde hoogte. Dan adem je in, buig je door je knie. Flex je voet en adem uit via de zijkant, terug naar beneden. Nog 9 keer, adem in. Terug omhoog en adem uit. Zak. En 8. 7. 2. En laatste keer. Dan op de inademing breng de been omhoog. Strek je. En spreng je de heupen weer op dezelfde hoogte. En dan breng je de been nog ietsjes hoger. Hou je rug recht. Laat de bilspieren hier werken. Adem dan nog 1 keertje in. En adem uit. Plaats je been terug. Dan adem je in, krul je je tenen eronder, breng je heupen naar achteren en omhoog voor je eerste down dog. Loop het even uit. Voel je handen in de mat duwen, schouders zijn weg van de oren. Denk weer aan de binnenkant van je ellebogen richting de voorkant brengen. Of draaien bedoel ik. Zitpotten richting het plafond. Dan loop je even je benen uit. Oké, adem in. Stap dan de rechtervoet tussen je handen. En adem uit. Zorg ervoor dat je achterste voet goed in de mat duwt. Adem in, armen omhoog. High lunge. Dus de variatie van de krijger 1. Dan adem je in. Breng je armen omhoog. Adem uit, armen via de zijkant naar beneden toe. Verplaats je gewicht naar voren. Laat je handen de mat raken. Adem in, terug omhoog. Doen we nog 4 keer. En omhoog. Adem uit. Naar beneden 3. En omhoog. 2. En nog 1. Adem in. Armen omhoog. Adem uit. Handen voor je hart. Dan gaan we nu de achterste knie aan de buitenrand van je kuit laten raken. Dus een soort van knee taps. Dus adem in. Adem uit. Raak. En terug. En dat doen we nog 4 keer. 4. 3. 2. En 1. En adem in. Armen omhoog. Adem uit. Plaats je handen op de mat. En dan stappen we naar de voorkant van de mat. Maar je brengt gelijk de linkerbeen omhoog. Dus adem in. Staande split. Hou je staande been waar je op staat eventueel gebogen. Als je niet heel hoog komt, is dat niet erg, zolang je maar die bilspier voelt werken hier. Nog ietsjes hoger. Probeer echt die bilspier te activeren. Adem nog 1 keertje in. En adem uit. Plaats je voet terug op de mat. Voeten op heupbreedte. Pak je ellebogen vast. En vooroverbuiging.
Lieg even naar links en naar rechts. Goed zo. Adem in voor de helft omhoog. Breng dan je voeten weer onder je heupen of met de grote tenen tegen elkaar aan. Hielen ietsjes uit elkaar. Buig door je knieën. Plaats je handen naast je voeten. Gaan we naar de stoel. Adem in. Armen omhoog. Je mag hier ook je handen voor je hart hebben als je volledig op de heupen wil focussen. Denk aan je heupen ietsjes naar achteren brengen. En dan op de inademing laat je je linkerheup zakken. Adem uit. Rechterheup, linkerheup omhoog. Dus doen we een soort van swings. Alsof je aan het dansen bent. Zo. Nog een paar keer de ene kant op. En de andere kant. Oké. Adem in, strek je benen, breng je armen omhoog. En adem uit. Ondertussen komt mijn microfoon de hele tijd eruit. Vooroverbuiging. Adem in voor de helft omhoog. Adem uit, handen op de mat. Stap naar hoge plank. Knieën op de mat, lage plank of helemaal naar de mat. Adem in. Mini cobra of up dog. Kies de optie die voor jou werkt vandaag. En adem uit. Down dog. Adem hier even in. En uit. Dan doen we de andere kant. Adem in, stap de linkervoet tussen je handen. Adem uit, hou je achterste voet waar die staat. Adem in, arm omhoog. En dan doen we vingertaps naar de mat toe. Dus adem uit, vingers naar de mat. En adem in, armen terug omhoog. Nog vier keer. Drie. En 1. Adem in, armen omhoog. Adem uit, handen voor je hart. Verplaats je gewicht naar voren. Breng dan de knie aan de buitenkant van je linkerkuit. En terug. Dat is 1. 2. 3. 4. En 5. En adem in, armen omhoog. Adem uit, handen op de mat. Breng dan de rechterbeen omhoog, staande split. Adem in, breng de been hoger, gebruik je bilspieren hier. Nog één keer goed in. Adem uit, voet terug op de mat. En voeten ietsjes wijder dan je heupen. Pak dan weer je ellebogen vast. Laat je hoofd zwaar worden. En wieg dan naar links en naar rechts. Adem hier een paar keer goed in en uit. Adem in voor de helft omhoog. Adem uit, voeten weer onder je heupen. Buig door je knieën. En adem in, armen omhoog, stoel. We blijven nu hier. Eventueel zak je ietsjes lager. Adem hier nog een keertje in. En adem uit, strek je benen. Handen voor je hart, netjes hoor. Dan gaan we naar een actieve danser. Dus adem in, breng eerst al je gewicht in je linkervoet. Breng je op de uitademing je rechterknie omhoog. Hier heb je dus weer die banda's nodig, de bekkenbodemspier en je navel die je induwt. Focus op een punt voor je, een vlek die je op de grond ziet, je drishti. En dan breng je je knie naar achteren. Zorg er eerst voor dat de knieën tegen elkaar aankomen. En dan breng je de knie verder naar achteren toe. Dus we gaan een soort van naar een danser. Dit noemen we de actieve danser. De knie breng je zo ver mogelijk van je af. Zonder hem dan te veel naar de buitenkant toe te brengen. Dus je houdt hem in één lijn. Wat je ook doet, is de onderste ribben naar elkaar toe duwen. En je navel in. Dus niet dat je jezelf opent. Maar dat je hier zo'n rechte bovenlichaam houdt. En de knie verder. Probeer hier echt die bilspier te laten werken. Zo. Als het goed is, streel je. Je moet het echt voelen.
Adem dan nog één keertje in. Adem uit. En adem in. Breng dan de knieën terug naar voren toe. Adem uit. Breng dan je enkel over je been. En stoel. Dus laat jezelf zakken. En hier gaan we dus weer omhoog. Adem in. Activeer de bilspieren. Duw je heupen naar voren. En adem uit. Adem in. En uit. Nog drie. Twee. Dus de laatste. Adem in. Dan breng je de benen omhoog. Adem uit. Stap je hem naar achteren. Open je heupen naar de zijkant toe. Adem in. Arm op schouderhoogte. Krijg er twee. Duw de knie naar de buitenkant toe. Voel de buitenspieren werken. Schouders zijn laag. Handen op schouderhoogte. Adem in. Op de uitademing plaats je linker elleboog op je bovenbeen. Rechterarm over je hoofd. Optie om het zwaarder te maken, zowel voor je core als voor je benen, is je armen gewoon langs je zij houden. Dan adem je in. Terug omhoog. Strek je voorste been. Open dan de achterste. Zodat je helemaal naar de zijkant toe kijkt. Handen voor je hart. Buig door je knieën. Goddess. Adem in. En uit lager. Duw de knieën naar achteren toe. Blijf ook lachen. Adem nog één keertje in. Adem uit. Oké, adem in omhoog. Tenen in, hielen naar buiten toe. Adem in, arm omhoog. Adem uit, vooroverbuiging. Adem in, voor de helft omhoog, recht terug. Adem uit, voorover. Eventueel buig je door je knieën hier. Adem in, kom voor de helft omhoog. Adem uit, plaats je handen op je zij. Adem in, kom terug omhoog. Dan open je, nu de linkervoet. En dan buig je door je knie, krijg er twee. Duw je de knie naar de buitenkant toe. Schouders laag. Adem dan nog één keertje in. Adem uit. Plaats dan je linker elleboog op je bovenbeen. Sorry, je rechter elleboog op je bovenbeen. En je linkerarm over je hoofd. Dan adem je in. Breng je arm terug omhoog. Komen we naar de goddess. Adem uit, handen voor je hart, buig door je knieën. Dit keer gaan we op en neer. Doen dat 10 keer. Laag en op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Adem in, armen terug omhoog, tenen weer in. Adem uit, voorhoofdbuiging. We geven naar links en naar rechts toe wiegen. Alle spanning uit de heupen halen. Adem in. Gaan we terug voor de helft omhoog. En adem uit. Handen op je zij. Adem in. Terug omhoog. En dan adem je uit. Stap je terug naar de voorkant van de mat. Doen we nu de andere kant. Ik ga even daar staan. Dus nu is het de linkerbeen. Dus adem in. Breng je linkerknie omhoog. Adem uit. Hou het eerst vast. Focus op een punt voor je. Navel in. Adem uit. Breng dan de been naar achteren. Laat eerst de knieën hier raken. En dan breng je je voet verder naar achteren. Laat het niet naar de buitenkant toe gaan. Hou het in. Balans, balans, balans. Zo. Probeer het iertjes verder te brengen. Hou je bovenlichaam boven je been. Laat je ribben niet naar de buitenkant toe gaan. Adem nog één keertje in. En adem uit. Naar voren. Knie naar je borst. Adem uit. Plaats dan je enkel over je bovenbeen. Dan buig je door je knie.
Adem in, omhoog. Adem uit, buig. Adem in. En uit. En in, dit is de derde. Nog twee. En de laatste, netjes. Dan adem je in, breng je de been naar voren en adem uit. Stap je hem naar achteren, krijg er twee. Adem in. Adem uit. Plaats dan je elleboog op je bovenbeen. Arm over je hoofd. Maak het voor jezelf uitdagender. Misschien een zakje lager, ik tril helemaal. En adem in. Breng je terug omhoog. De hielen in, adem uit. Handen voor je hart. Goddess, blijf hier. Als je het uitdagende wil, kom je op je tenen. Of je laat jezelf zakken. Blijf lachen ook. Adem in. En uit, ietsjes lager nog. En adem in, strak je benen, armen omhoog. Adem uit, tenen in. En vooroverbuiging. Adem hier een keertje diep in, zucht het uit. Laat je heup helemaal naar het plafond toe komen. Adem in, komen we terug omhoog. Adem uit, handen op je zij. En adem in helemaal omhoog. Open nu je linkervoet, buig door je knie, krijg er twee. Adem uit, schouders laag. Duw de knie naar de buitenkant toe. Laat hem niet naar binnen vallen. Adem nog één keer in. Adem uit. Plaats dan de elleboog op je bovenbeen of langs je zij. En dan de rechterarm over je hoofd. En adem in. Komen we helemaal terug omhoog. Gaan we weer naar de goddess. Adem uit. Handen voor je hart. En dan eventueel op je tenen. Gaan we... squatten. 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hou hem vast. Duw de knieën naar achteren toe. Adem nog 1 keertje in. En uit. En in omhoog. Adem uit. Breng dan ook de tenen in. Vooroverbuiging. Adem hier een keertje diep in. En zucht het uit. Oeh. Adem in, voor de helft omhoog. Adem uit, plaats je handen op je zij. En kom je terug omhoog. En dan stappen we terug naar de voorkant van de mat. Oké, dan mag je het even uitschudden. Zo, losschudden. Adem in, breng dan je armen omhoog. Adem uit, vooroverbuiging. Adem in, voor de helft omhoog, rechterrug. Eventueel plaats je handen natuurlijk op je bovenbenen. Adem uit, handen op de mat, stap naar een hoge plank. Lage plank, denk aan je ellebogen dicht bij je lichaam houden. Adem in, up dog. Adem uit, down dog. Adem in, loop dan met je voeten naar de voorkant van de mat. Buig door je knieën en laat je heupen op de mat komen. Gaan we lekker liggen. Kom je naar je rug toe. Zo. Adem in, breng dan je hielen zo dicht mogelijk bij je zitbotten. Handen duw je in de mat. Dan op de inademing strek je alvast je rechterbeen. En flex je voet, duw de hiel naar het plafond toe. Dan adem je in, gecontroleerd kom je omhoog. En adem uit, gecontroleerd laat jezelf weer zakken. Dat doen we nog 4 keer. Adem in omhoog. Adem uit. Adem in omhoog. Adem uit. Nog 2. Adem in. Adem uit. Nog 1. En dan hou je hem vast. Dan laat je rustig je benetjes zakken, zodat de knieën in 1 lijn komen.
adem. En nog een keertje diep in. Breng de heup iets hoger. En adem uit. Laat dan je heupen zakken. Buig de rechterknie en plaats dan je enkel op je bovenbeen. Adem in, breng dan de knie naar je toe. En adem uit. Eventueel duw je dan met je rechter elleboog in je rechterknie. Om iets meer stretch te voelen. Adem nog één keertje in. En adem uit. Laat je been terug op de mat komen. Spreid je armen naar de zijkant toe. Adem eerst in. En op de uitademing laat je knieën naar de linkerkant toe komen. Voor een twist. Eventueel kijk je dan de rechterkant op. Sluit je ogen even. Adem in. Komen we terug naar het midden toe. En adem uit. Plaats dan ook je voet terug op de mat. Andere kant. Adem in. Linkerbeen strek je. Hiel richting het plafond toe. Adem uit. Navel in. En adem in. Heupen omhoog. Adem uit. Zak. En vier. Omhoog. Zak. En drie. Twee. Eén. Hou vast. Breng het ietsjes hoger nog. En op de uitademing breng je die knieën in één lijn. Laat je been zakken. Hou je voet geflext. Adem nog één keertje goed in. Heupen ietsjes hoger. En adem uit. Terug naar de mat toe. Buig door je linkerknie. Plaats je enkel op je bovenbeen. Adem in. Breng dan je knie naar je toe. De ene hand door de been heen. Pak dan je knieholte vast. En duw dan de rechterknie ietsjes naar je toe. Adem dan nog één keertje goed in. En adem uit. Laat je voet terugkomen op de mat. Adem in, spreid je armen. En adem uit. Laat dan je knieën naar de rechterkant toe komen. Eventueel kijk je naar links. Adem in, kijk terug naar het plafond toe. Op de uitademing breng je de knieën terug omhoog. Pak dan je knieholtes vast. Rol over je rug naar voren en naar achteren. En dan kom je terug naar zit. Voilà. Oké, dit was hem voor vandaag. Voel je vrouw om even een shavasana te pakken. Even te liggen en even om bij te komen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie het een fijne les vonden. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien. Volgende week is het The Core, waar we voornamelijk aan werken. Heel veel liefs, heel veel kusjes tot volgende week. En dan hoop ik jullie ook weer gauw te zien. Doei! Vergeet niet te liken als je het een fijn video vond. Vergeet niet te subscriben als je meer wilt zien. Dan ben je op de hoogte voor de ab workout. Of nee, de ab yoga workout van volgende week. En te commenten wat je favoriete oefening was.